FBI, open up. Oh, nee, nee, hij is bij mij. Hij is een poepie aan het laten, wat? Wow. Holy damn, het is een mega kip. Wow, kijk hoe groot. Wat? Hey kijkers, top dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ben ik op een boerderij met kippen en een rare man die hier loopt. Hallo, wie ben jij? Wat? Oh, hoi, hoi, hoi. Ja, ik was even deze kippen aan het bekijken. Is het de enige echte paknubé? Het is de enige echte paknubé. Oh, damn. Ja, kippen, paknubé, wat lopen. Doen we hier? Oh ja, ik was gewoon kippen aan het bekijken. Maar ik denk dat er wat anders is dat we moeten doen. Ja, ik denk dat hier een oude man rondloopt die wij moeten gaan, vermoorden. Wat? Ik weet eigenlijk niet. Je vader? Wat? Vader, nee, je zegt een oude man. Oh, nee, die bedoelde ik niet. Dus ook okay, nee, grapje. Nee, we zijn hier in Pacify en er loopt hier dus een oude boer rond. Ja, nu nog niet. Als het goed is, is hij nog in die schuur. Oh! Oh, what the frick? Loopt hij wel rond nu? Wat? Oh, jij hoorde ook dat geluid, die toch? Die voordeur, die dondert gewoon ineens om. Oh, oké. We hebben dus net al een keer gehaald. We hebben al deze boer dus verslagen, maar er is een special ending. En vandaag gaan we proberen om die te krijgen. Ik ben even helemaal uit de game, helemaal verward van wat er hier allemaal is gebeurd. Die voordeur, dat is vorige keer niet gebeurd. Nee, dat kan ik me ook niet helemaal herinneren. Ik kan me het vage huis wel nog herinneren. Ja, een beetje. Oh, hoor dat? Loopt hij al rond? Ja. Koen daarbuiten, hij loopt er al. Oh nee, dit is heel slecht. Nee. Ja, mijn opnames deden raar, dus we zitten al 6 minuten in het potje of zo. Dus dat is misschien niet het allerbeste. Er liggen hier koekenpannen. Ja, die moeten we hebben inderdaad, want daarmee moeten we de kippetjes gaan staan. Oké, kom, waar is die man? Ja, daar, oh, hij komt. Gaat hij al onze kant op? Nee, maar pak een kip, dat is veilig. Dat was toch het ding? Oh my, wow. Ja, als je zeg maar die kip hebt geslagen en hij pakt jou, dan eet hij die kip in plaats van dat hij jou eet. Ja, ja, oké. Oké, nou, hier lopen er nog 2 kipjes. Chips, we hebben nu wel allebei een kippie, maar we hebben allebei niet een... Nee, we moeten zo'n zakje poison hebben. Ja, en dat moeten we uit die schuur halen waar hij nu naast loopt. Ja, ik zou hem voor mij is hij er wel net aan het weggaan. Hoe kom ik daar wat? Hoe kom ik hier buiten? Oh, ja, hier. Boven. Ja, boven. Of hierboven? Ja, 1 verdieping omhoog. Oh, hier. Even kijken. Oh, zo. Ja, hij loopt hij loopt hier. Waar is hij? Oh, daar. Oké, ga gewoon sneaky om hem heen. Zo, hoppatee. Kunnen we hier mee? Wat heb je? Dat is de kruiwagen. Daar moeten we hem uiteindelijk in doen. Ja, maar nu nog niet. Als ik zeg maar... Ah, de door is blocked. Sleutel hebben, are you shitting me? Die ligt op de zolder, denk ik. Denk je dat? The monster looks strong. Oh, wow. Oh. Dat is luid. Ja, no shit, Sherlock. Natuurlijk moeten we hem weaken. Oh, nee. Oh, is hij daar? Ja. Oh, Koen. Ik heb een schaar. Ik hoorde hem. Oh, Koen. Oh my. Hij heeft mijn kip. Gepakt. Oh. Dude, waarom? Opeens zette hij een sprintje. Dat was echt niet normaal. Hij was zo snel opeens. Oh, ik vind het niet leuk. Ik weet nu al waarom we dit spel niet gespeeld hebben. Ik zit nog in dit huis. Waar is die? Met de sleutel. Ja, en ik heb ook het High Priestess beeld. Oh, ik weet alleen niet meer echt of we daarmee kunnen. Ik heb een tank. Ja, maar daarmee kun je toch de slot doorknippen. Ik zie hier poison liggen, maar ik kan er niet bij. Kijk. Door die stomme man, of? Nee, ja, het zit zeg maar... Ik zit buiten aan de andere kant van het hek. Maar ik zag het door het raam. Maar waar loopt die man nu? Is hij daar binnen? Ik heb geen idee, maar ik ben nu naar het huisje toe gelopen. Waar de gif in ligt. Ja, ik ga daar ook naartoe. Oh, die man is voor mij. Nee, oh. Ja, Ik heb de deur open. Ja, hij heeft mijn kip weer. Hij is weer kip aan het eten. Uh-oh. Oh, locked from the other side. Oh, dus die moet jij dan aan de andere kant zetten. Ja, dat ga ik nu doen. Ja, oké. Pas op, want die man die loopt daar, zeg maar. Waar? Heb je hem niet gezien? Hij is bij mij. Ik zit letterlijk opgesloten hier. Uh-oh, ik moet een rondje om hem heen gaan lopen in de hoop dat hij mij niet ziet. De deur is open. Oké, ja, hij is nu in dat poison huisje. Daar is hij in de buurt. Maar ik heb wel 1 poison al bij me. Wacht, waar moesten we die kippen kopen? Oh ja, we moesten water hebben. Oh, hij zit achter me aan. Water. Abba, weg. Die kant. Oké, deze kant. Water, hoezo moeten we water hebben? Hier is een bak en dan moest je de kippen indopen. Hier, water, gif erin. Ik heb poison. Ja, ik heb poison zit erin. Ik heb een giftige kip. Je hebt een groene kip. Oh, en die moeten we... Moet je hem laten pakken. En dan heb je hem een keer gepoisoned. Oh. Je moet ze laten pakken, hè? Ja, ik denk... Ja, voor mij moet je je wel laten pakken. Volgens mij moeten we dat... Ja, volgens mij moeten we het wel heel snel achter elkaar doen. En die bak die loopt dus... Oh, hij is hier een kip aan het eten. Ja, oh. Maar dat is prima. Hier. Hey, nee, ik heb hem gerend. Oh. Hij is die andere kip aan het eten. Ik heb hem geslagen. Ik heb hem op zijn kop geslagen. Oh. Bam. Wacht, is die deur open? Bam. Oh, kak, dat is niet hier. Hij gaat achter je... Huh? Huh?
Uit een andere kip. Hoe drop je die kip dan? Ik heb geen idee. Nee, dat kan niet. Ja, nu wordt hij wel boos dan, hè? Dus we moeten even goed oppassen. En nu wordt hij bozer. Nee, die kip die is zo snel. Oké, ja, ik heb hem kip. Hij is nog aan het vreten. Oké, ren naar het gifje. Dat gifje? Oh, ja, naar de giftige wat? Bak. Oh, okay, het is wel bijna vergaan, denk ik wel. Ik heb een kip, dus dan moet jij weer even poison pakken. Ja, ik ga nu poison halen, ja. Ja, oké, ik ren wel met je mee, want ik ben bang. Heb ik dit idee. Nee, ja, maar hoe wil je die poison niet droppen? Nee, je kan niet droppen, inderdaad. Kan je echt niks droppen? Nee. Wel, drop. Middelmuisknop. Dat rijmt. Oh, hier. Je moet hem even... Heb jij een giftige kip? Ik heb geen giftige kip, maar ik heb wel een gewone kip. Oké, kom, we gaan hem zoeken. Is hij nou groen? Oh, ja, inderdaad. Oké. Rennen. Hij moet jou hebben. Nee, hij gaat het huis in. Ja, offer mij maar op. Zo zit het al. Nee, jij hebt een kip, man. Wacht. Hij komt. Kan ik... Oh, nee. Ik ga laten mij pakken. Kom op, pak mijn kip. Nee, wacht. Nee, heb mijn kip al. Het is al te laat. Oké, maar niet uit. Hij vindt de kip te lekker. Ja, ik ga nu een kip weer. We moeten er nu extra kip geven en moeten nu weer 8. Nee! Nee, hoezo is dat zo? Deze game is zo flauw. Dit wist ik helemaal niet. Dus we moeten eigenlijk echt geen kip aan hem geven. Oh, dat is wel een beetje... Wauw, waarschijnlijk dat we Daan de vorige keer ook zo lang over gedaan hebben, denk ik. Waar is hij? Heb je poison erin gedaan? Wow, ja, ik... Oh, nee! Nee! Heeft hij jou? Ja, hij heeft mij. Nee! Oh my God. Ik heb wel een kip in de poison, maar... Ik weet niet... Oh, hij heeft mijn poison kip gepakt. Ja, rennen. Waar ben jij? Waarom... Jij loopt hier nog bij mij. Huh? Hoe kan ik jou weer tot leven wekken? Ja. Ik moet naar die toren toe op een of andere manier. Ik had zo'n beeldje vast. Ja, ik heb dat beeldje nu. Oh. En ik heb dus... Ik ben in de... Ben jij nu aan het respannen? Weet ik niet. Ik ben wel naar die toren aan het toe lopen. Ja, er zit hier allemaal magie zit hier, zeg maar. Alsof een soort van de avatar hier binnen bezig is. Ik kom erheen. Oh, gast! Oh, nee. Hier binnen ben we veilig, of niet? Oh, wat is er gebeurd, Theo? Hoe dan? Ik schrok me echt dood. Ik schrok me echt dood. Hallo, we zijn er weer. We zijn er weer. We waren er al. Dit is de eerste poging. Ja, nu weten we wel wat we moeten doen. Dus nu gaan we hem gewoon pakken gelijk. Ja, kom dan, FBI. Open up. Laat de deur maar de deur open. Bam. Kijk, hoppakee. Oh, wat? Dan gaat die... Huh? Oké, nu kunnen we wel. FBI, open snel, we moeten. Wat moeten we hebben? We moeten de schaar hebben, we moeten een pan hebben en nog meer. De schaar of niet? Boven. Oké, ja, die moeten we moeten even die poison deur openmaken. Met dat vergif allemaal. En dan moeten we daar zo snel de schaar mogelijk ligt alles boven. Ik heb wel dat beeldje hier, die ga ik wel meenemen. Hé, waar ligt die schaar? Jongens, wat is dit nou weer? Oh, ik heb de schaar. Ja, hij lag hier in een andere kamer. Floppy, ja. Dus floppy. Stel, zou die al vrij zijn, die boer? Weet ik niet. Ja, voor mijn gevoel. Ja, ik dacht dat hij altijd zeg maar eerst nog gewoon. Vast zat en dat hij zat hij in die farm of niet? Zat hij in die bar? Ja, ik dacht dat echt, dat hij daar eerst gewoon zat. Oh, en dan vallen beide die deuren open na zoveel tijd. Ja, en dat is je starterstijd. Ja, en daar gingen wij het gif heen en weer brengen. Ja, dus als we nu zo snel mogelijk het gif allemaal daar naartoe brengen, je kan dat met een muisknopje. Ja, dat was ik even helemaal vergeten. Ja, ik hoor hem van mij. Ja, hij zit nog in de farm. Hij zit hier in dit ding. Ja, kijk, ik heb daar één zakje getropt. Als we gewoon alle poison daar neerzetten, dan komt het helemaal goed. Ja, nee, dat is een goed plan. Ik moet ook zo even die deur hier openmaken. Dat zou ik ook wel even doen. Die kunnen we daar doorheen. Dan kunnen we rotaten. Rotate, jongens. Ja, we gaan hem loopen. We gaan de ghost loopen. Zo, kijk hoeveel poison dit ook is. Wat? Nee, maar hoe moeten we dit ook... Dat hoeven we toch nooit allemaal daarheen te brengen? Nee, we moeten 9 kippen moeten we aan hem geven. In totaal. Ja, dus dat zouden we met 10 zakjes makkelijk redden. In principe. Ja. En dit, als we dit hier neerleggen, dan hebben we al 4 zakjes. Maar laten we wel zorgen dat we een beetje extra beliggen. Zijn vrij? Nee, maar ik word wel een beetje bang van hem. Ja, die geluiden, jongen. Het is echt alsof er een paard rondloopt hier. Ja, inderdaad. Je hoort gewoon grazen en... Ja, ik weet niet wat hij daar in die schuur aan het doen is, maar eigenlijk wil ik het ook gewoon niet weten. En dan komt hij eruit en dan in galop. Hoppakee. Ja, inderdaad. En dan is hij wel iets minder eng. Ja. Of nou ja, als hij gaat galopperen. Als hij gaat huffelen, is dat schattig. Ja, maar nog steeds wil ik dan wel afstand houden van hem. Want, ja, inderdaad. Nee, dat is waar. Ik hoorde de deur. Pretty smell. Echt? Ja, ik hoorde alsof hij de deur aan het openbreken was. Ik maak geen grapje. Uh-oh. Maar hoeveel zakjes hebben we hier nu? Ah ja, 6. Ja, ik denk dat hij zo meteen wel snel vrijkomt. Oké, kom, we gaan die kippen halen nu dan. Ja, maar we hebben maar 6 zakjes. Echt? Ja, maar... Ja, ik weet het, ja. Ja, maar... Het zijn zoveel. Waarom moeten we 9 kippen als we met z'n tweeën zijn? Doe het een beetje een makkelijker spel. Op zich is nog best te doen. En we kunnen 2 kippen in 1 keer doen. En dat kan met 1 zakje gif. En nemen we gewoon even dit en dan... Ja, dat kan wel natuurlijk. Ja, je kan 2 kippen dopen in 1... The fuck was dat? Oh, dat is die molen die herrie maakt. Oh, nu hebben we 8 zakjes. Zal ik nog 1 zakje halen en dat jij alvast een kip gaat halen? En dan ja, laten we dat doen. Laten we dat doen.
Want dan hebben we in principe, ja, zouden we daar genoeg moeten hebben liggen voor alle kippen die we nodig hebben. Ja, wel. Hij moet alleen dus die kippen niet eten. Nee, want dan hield hij weer en dan moeten we weer extra geven. Inderdaad. Ja, dus, dat is niet, nee, maar kijk, deze kip is derde. Ja, als je dat doet. Oh nee, dan ligt hij gewoon weer op de grond. Je kan gewoon kippen verzamelen. Echt? Ja, maar hij kan ze natuurlijk eten op dat moment. Ja, dat is wel een beetje. Maar je kan ze wel allemaal daar droppen. Allemaal poisonen. Ja, allemaal poisonen en daar droppen. En als hij ze dan allemaal eet, dan eet hij in één keer heel veel poisonen. Ja, doe nu. Bak vol met gif. Ik drop hem hier. Heb je nu al een bak vol met gif? Doe jij er gif in? Nee, ik ben niet bij jou. Oh, wacht, jawel. Ik kan die kip droppen, was ik vergeten. Ja, ik ben ook een kip nu aan het zoeken. Oh, ik hoor paardgeluiden. Dat is niet best. Dat geluid is zo'n kip doodslaat. Hij heeft het ook. Is wel heel lekker. Oh, waar is hij nu? Hij staat nu bij de farm, denk ik. Maar ik heb nu natuurlijk die kip gedropt. En die is nu denk ik aan het opeten. Nee, ik zie hem hier niet. Poison zit er wel nog in. Oh, ik hoor heel veel geluiden, maar... Er ligt ook een poison kip. Hij heeft één poison kip. En ik heb daar nog een poison kip gedropt. Oké, nice. Hij is wel vrij. Wacht, kan jij de farm open doen? Kan je de farm even openmaken? Kan ik dat? Van welke kant moet dat? Ja, één van de twee. Oh, daar. Oh, ja, wacht. Laat me eerst lopen. Ja, dat is inderdaad goed. Dat moeten we hebben. Want anders komt hij achter ons aan en dan... Bro, die freaking kip hier. Waar loopt die man nu, man? Ik heb van deze kip. Ik heb geen idee waar die loopt. Ah, hij zit nog steeds te chappen. Echt? Ja, nou, maar... Dan kan ik nu wel die schuur Hij gaat nu die farm in. Hij gaat nu die farm in. Wacht, de schuur? Echt de farm schuur ding? Ja, hij gaat nu echt in de schuur. Oké, ik heb hem wel open gemaakt. Van één kant top, dan, zeg maar. Tussen het huis en de schuur, die kant is open. Ja, top. Want hij staat nu hier. Ik ga hier een kip neerleggen voor de deur. Oh, hij loopt nu naar het huis toe. Hij loopt nu naar het huis. Frick, hij is in het huis. Maar ik kan hier nergens naartoe. Er is hier geen ingang bij de farm ergens. Dus ik vrees dat hij mij zo meteen gaat pakken, want ik moet eigenlijk naar die andere kant toe. Pak wel een kip dan. Ja, ik heb wel een kip. Ik heb een kip voor de deur van de farm gelegd. Oh, hij is weer de schuur in gegaan. Ja, oké, maar als hij daar doorheen loopt, dan gaat hij dus een kip eten. Want ik heb er eentje neergegooid. Okay. Ja, ik kom nu gewoon weer naar de poison bak toe. Oké, top. Goed. Ik pak hier nog een kip en dan moet er wel weer een nieuwe sappie in. Ja, ik heb mijn kip nog kunnen poison. Zal ik die vasthouden zal ik hem ook droppen? Nee, ik zou hem droppen en dan even nieuwe poison maken. En dan... Nieuwe poison in de bak? Ja, nieuwe poison in de bak nu. Oké. Ik doe het erin. Hoe doe ik dat? Oh, ja, poison zit erin. Ja, ik heb nog een poison kip. Er liggen hier 3 poison kippen. Oh, dat is zo sick. En we hoeven nummer 7-3, dat is nog 4. Ik ga een nieuwe kip halen. Ik ben benieuwd waar die man is alleen. Ja, die is als het goed is nog in de schuur, denk ik. Hoeft hij dan vast of zo? Ik heb hem nog een kip gedrukt. Nog een poison. Ik weet niet. Ik heb weer een nieuwe rauwe kip gepakt. Oh, nee, hij is bij mij. Frick, hij gaat mij pakken. Daar. Oeh. Hij is achter mij. Echt vlak achter mij. Hij is denk ik nu het huis ingegaan. Oké. Ik poison deze kip nog even snel. Ja, en dan moet je maar even... Ja, dan moet je maar een beetje proberen te lokken. Hij loopt hier bij mij. Hij gaat nu dat plekje op bij dat poisonhuisje. Oké. Wacht, hij gaat daar nu door het hek heen. Ik ga nu het huis in. En dan ga ik daar doorheen. Ga je een kip pakken? Ik ga hem nu hier vooruit. Dan hebben we nu 4 poison kippen hier. Oh, dat is best wel insane. Even nieuwe kippen vinden. Ja, het gaat wel goed. Maar ik moet een nieuwe kip vinden en ik kan ze niet vinden. Oh ja, die lopen altijd aan de andere kant van het huis. Zeg maar. Maar ik zit er nu te zoeken, maar die man die loopt hier ook. Oh, moet ik komen met een poison kip? Ja, doe maar, want ik ga straks opgegeten worden. Ja, ik kom nu heel dichtbij. Ja, ik ben nu boven in het huis. Ik ben nu ook boven het huis. Hoi, hij komt nu, denk ik. En je hoeft hem niet op zich te voeden, hè? Want op zich kan je weglopen nog, want dan hebben we nog... Oké, zo. Maar ik moet gewoon een kip vinden. Nee, ik nog niet. Oh, ik moet even een levende kip hebben. Maar waar zijn ze? Ik denk dat ze pas respawnen op het moment dat we wat hebben gevoerd. Dat zou kunnen. Wacht, ik ben nu in de schuur. Ik ga even kijken waar die Oké. Ik heb wel een poisoned kip bij me, dus mocht Ja, er liggen allemaal poisoned kippen bij de uitgang van de farm. Ja, er zijn hier ook echt geen kippen meer. Ik denk dat we het wel even moeten voeren, inderdaad. Ja. Dat het dan pas Oké, maar dan moeten we wel door die farm heen. Kom, we gaan gewoon door de barn. Oh, hij is hier. Oké, cool. Ja, geef hem maar. Oké. Hij gaat mij... Wel, wat doet hij? Hij is een poepie aan het laten, wat? Er komen allemaal rare gassen van hem af, zie je dat? Kan je het hem geven? Ja, ik... hij ziet mij gewoon. Oh, ja. Ik heb de kip voor mij. Oh, we kunnen nu niet hier doorheen. Door deze barn. Nee, je kan dus... De enige manier hoe je van de kippenkant naar de poisonbak kan... is alleen maar via het huis. Oh, dus dat is een tricky. Oh, ja, lekker, pak die. Hij loopt ik heb hem wel. Nog achtergelaten in het huisje. Ja, dus ik weet niet waar die is. Nee, hij loopt nu weer naar het poisonhuis toe. Kijk uit, hij zit nu achter je aan. Ik ga nu door het huis heen, zodat ik weer nieuwe... kip in poison kan dippen. Ja. Ik ben achter jou. Ik loop echt Ja, hij zit achter jou. Ja, ik heb hem daar achter gelaten. Ik had nog even in de tussentijd een nieuwe poison... Hij komt nu, snel. Ja. Ik doe het poison erin. Het poison zit erin. Waar is die? Kijk, wacht, we hebben nog 3 kippen stil. Hier. Hij staat daar weer stil. Hoeveel moet hij nog? Nog 6. Dus zeg maar, hier 3 en jij hebt er 1 vast. Ik heb 1 vast. Als jij hem nu die kip geeft, dan kan ik naar de andere kant toe en ga ik een nieuwe kip pakken. Ja, is goed. Ja, ik ga ook lekker. Ja, en als jij dan nu ook... moeten we gewoon zorgen...
Dan zijn ja, we want we moeten nee, er wacht, vijf. We kunnen nog maar eentje. Jij kan er maar één pakken, want... Oh, ja, er moeten nieuwe spannen, zeker. Ik zie hier helemaal geen kip. Is die kerel bij mij? Oh, nee. Oh, ja, ik heb hier een kip. Ja, het is inderdaad echt gewoon... Hij moet die andere dan even... Ja. Eentje andere moet hij eten, en dan spant hij hier weer één. Ja, oké. Ja, maar dat ga ik hier niet. Oh, nee, er loopt hier een kip. Hij is in de schuur. Koen, ga nu door het huis in. Hij is de schuur ingegaan en loopt hier letterlijk bij de uitgang van het huis. Dropt hij. Ah, damn. Ja, wacht, nee, wacht. Wat ga ik nu doen? Ik blijf bij die kip, dat hij niet... bij mij is. Ja, ik geef hem deze kip. Ja, ja, hij was de schuur ingegaan. Hij heeft de kip gegeten op de grond. Oh, nee, dat maakt niet uit. Drop die kip gewoon en kom dan zo snel mogelijk hier naartoe. Ja, ja. Oké. Ik hou deze kip gewoon in het vizier, jongen. Ik blijf hem campen, holy damn. Oké, ik ben er. Ja, daar loopt hij. Je ziet hem, hè? Hij rent snel. Ja, hij is echt snel, zo'n klein ding. Oké, ik heb geen idee waar die gast is, maar ik ren gewoon nu door het huis heen. Niet naar huis gaan. Nee, dat vind ik eng. Jawel, maar je kan niet op een andere manier daar naartoe gaan. Ja, ik had er via de... Hij is aan het eten. Hij is echt heel... Oh, hij komt. Hij komt. Rennen. Oké, we moeten rood eten, want hij mag niet... Ja, door de schuur, door de schuur. Nee, die kant, toch? Oh, ja, maakt niet uit nu. Nou, hij was in het huis, dus als hij... Ik weet niet welke kant hij op gaat. Ik hoor hem ook niet meer. Ik ook niet. Oh, hij is naar Ik ben bij de poisonbak. Ik heb een kip gepoisoned. Oké, maar geef hem die kip, want dan kan ik de laatste keer poisonen. Kunnen we hem allemaal voeren en dan is het klaar. Ja, er ligt er nog eentje hier op de grond bij die poisonbak. Oké, ik ga hem voeren. Ja, hij loopt bij mij. Hij gaat nu richting het huis in. Loop achter hem aan. Ja, hij target mij niet. Hij gaat van je weg. Yo, oké, jij heeft hem, Go, 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 go. Oké, ik ben achter. We moeten hem poisonen, gast. Dit gaat zo goed. Deze tactiek is echt freaking... Ja, ik pak die poison. Oké, water. Snel, poison. Ja, ik pak die andere poison kip, ja? Er is hier ook nog eentje op de grond, volgens mij, of niet? Nee, die heb ik nu opgepakt, ja. Die heb jij nu. Oké, dat is de laatste. Ja, oké, dus hij moet jou pakken. Oké. En dan, wacht, pas op. Zorg dat hij jou niet pakt. Nee, ik sloeg hem gewoon even met de kip op. En dan met een ponkie op zijn hoofd. Dat is geluid is zo lekker. Oké, en dan als het goed is... Oh, hij laat de scheet. Ik hoop dat het als goed... Dat het goed is, want als het niet plaats is, neem ik het probleem. Wat? Hij rent gewoon van de weg. Oh, hij heeft hem. Ja. Hij heeft, is hij neer? Waarom gebeurt er niks? Hallo. Koen? Ik ga een nieuwe kip halen. Er gebeurt niks. Maar als je op tap drukt, staat er nul. Ja, misschien is hij wel dood. Maar dan hebben we het gewoon... Dan op een gegeven moment gaat die gast nog praten van... Good job, of zoiets. Ja, zal ik kijken? Ik durf niet naar binnen te gaan om te kijken. Pak een kip, ik ga kijken. Oké. Want... Een beetje spannend. Ja! Is het die boze of dat het klaar is? Speciaal ritueel. Ja! Is het klaar? Ja! Yo, ja, oké, wacht. Ik pak de kruiwagen. Ja. Oké, is het goed? Dit is dus... Nu kan je inderdaad dit monster naar de van brengen. Maar dan heb je de normale ending. Dat hebben we dus al een keer gedaan. Nu krijgen we de special ending, als het goed is. Want je kan hier met de... Ik heb de poison kip al. Je kan hier niet met de kruiwagen op. No way. En ik kan ook de kruiwagen niet droppen. Dan moet je omlopen. Waar is ze dan? Nee, maar dan ligt ze op ergens op een plek. Ze ligt niet in het huis dan. Oh, ze ligt voor het huis. Ze ligt hier voor. Oh, wacht, dan moet ik door de schuur, denk ik. Dude, waarom hebben ze dat gedaan, dat je niet met de kruiwagen trappen kan? Je moet door dat grasland, weet je wel, met de hek. Door de schuur kun je ook niet. Want dan moet je namelijk weer het huis zien. Oh, wat? Deze map is zo raar, ouwe. Die is wel bijzonder. Wacht. Oh, dan moet ik echt hier omheen. En dan bij de poisonhuisje, of niet? Ja, nee, maar dan... Nee. Hey. Welk hek dan? Hek. Je loopt nu naar dat... Ja, dat is poisonhuisje. Sorry, dat klopt. Ja? Maar waar zit daar een gat? Nee, er zit een gat in het hek. Want daar kan je doorheen lopen. Ja. Oh my. Waar dan? Nee, de hele tijd al. Echt? Dat wist ik niet eens. Ik heb alleen maar door dat huis heen gelopen. Ja, dat zei je, ja. Maar dat is... Oh, serieus? Wauw. Oké, dus dan... En dan moeten we nu weer door dat gat heen. Ja. Wauw. Holy damn. Dat is wel een beetje dom van mij. Dat het wel makkelijk... Nee, dat is niet erg. We hebben het gewoon moeilijker gemaakt voor onszelf. Ja, dit was de nightmare difficulty. Ja, en dat doen we nog steeds easy. Echt dit was heel makkelijk. Ik vind het wel leuk dat je gewoon, als je dat trucje door hebt, dat het dan makkelijker is. Ja, als het goed is, hier moeten we dus nu... Voor mij gewoon hier... Ja! Wow! Holy damn, wacht, ik zit vast! Oké, ja. Shit. Dit is zo luid dat ik jou niet eens hoor. Ja, inderdaad. Au! Wat is dit voor cirkel? Holy... Uh-oh. En nu moeten we... Ja! Oh! Hou je pan klaar, wat gaat er gebeuren? Het is een megakip! Kijk hoe groot! Wat? De megakip! Slaan! Ja, hij is zo snel, what the freak! Hoezo past die megakip wel door dit huis, maar mijn kruiwagen ook niet? Wat is dat voor onzin? Oh, hij loopt hier! Kan lopen. Poenk! Oh, ik heb een... Oh, wat? Oh, ja, hij is echt snel, what the freak! Kijk ook al die kippen hier opeens. Ik sla je soortgenoten dood. Hij wordt boos. Kunnen wij nog doodgaan door hem? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, weet ik niet. Maar, dan had hij het vast al gedaan, right? Ja, ik denk het wel. Deze kip, hij is zo lelijk en groen. Ja, hij is groter dan dat wij zijn. Ja.
Ja, gast, twee keer ook doen, gewoon. Doen we hem überhaupt de damage? Hè? Hij is zo huge. Jawel. Dat is gewoon de UFC eindbaas. Kijk, hoppakee, pak hem. Ja, ik kan hem niet. Het duurt zo lang. Hij is zo snel. Oké, ja. Double attack. Pok. Nee, wat? Ik... Ja, ja. Oh, oh, headshot. Nog een keer. Oh, nog een keer. Ja, nog, pak hem nog een keer. Rennen op zijn kont. Dit is een horrorspel. What the frick? Ja, het kan toch niet. En hey, we doen hem wel damage. Barney wordt kleiner. We kunnen in deze hoek gewoon. Ja, ja. Kom. Mooie 90 op hem. Ja. Ja, dit is gewoon de grote moederkip, hè. Die we nu aan het aanvallen. Kijk hoeveel kippen er ook zijn. Wat? Ja. Dat is echt bizar. Ik word helemaal wild. Ja, die denken van... Oh, ik zit elke keer in een geglitcht of zo. Dan kan ik niet slaan. Ja, je eigen hoofd. Je eigen hoofd. Ja, inderdaad. Ja, je oogballen. Ja. Ja. Hier, pak hem. Ja, nog een keer. Ja, Pong. Double hit. Oh, hij is low. Pong. We gaan het winnen. Dan hey, doet hij ook niks. Dit is hoe Pong producers een nummer maken. Pong. Ja, Pong. Alsjeblieft. Pong. Jongens, als jullie willen dat Koen een nummer gaat maken van dit geluid. Koen is producer. Laat het weten in de comments. Spam die like knop. En dan moet er gewoon een kippen... Pong. Oh. Wow. Hij zat. Oh, daar gaat hij. Waarom is het zo vredig? Hij valt gewoon neer. Oh, arm beest. Kunnen we nu nog steeds mappen met de pan? Kruiwagen. Nee, we hebben geen kruiwagen meer. Voor mij moeten we nu gewoon weggaan. Oké, voor mij... Wacht, kijken we bij het bus. Hij slaat nog gewoon even een kip. Nee, we kunnen gewoon weg. Missie klaar. Ja. What did you do with the monster? Wat hebben we gedaan? Ja, inderdaad. Waarom? Well, hey. You didn't bring the monster back with you. There is hij boos nu? But to use you for our experiments. Let's see how this box works. Maybe what? We can somehow transfer the hungry ghost to you. Waarom? Wat is dit? Oh my, wat? Deze mensen zijn evil gewoon. Wat de hel? Dude, we hebben van een gemene boer een grote groene kip gemaakt. Die hebben een knock-out geslagen. En ze zijn niet tevreden. Dus ze gaan ons gebruiken als testpersoon. Deze wait, game. Yo. Dat slaat zo nergens niet. Op. Ik kom er echt opgelicht. Ja, weet je wel. En dit is dan de special secret ending. We worden gewoon gebruikt. Vond deze video leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden. En check de beschrijving. Volg Koen zeker even op Instagram. Want zonder hem had ik dit niet kunnen doen. En klik hier voor nog een hele vette Pacify video. Joehoe!